De gemeente Harlingen wil graag in contact komen met mensen die eieren hebben ingeleverd voor het onderzoek van de politieke partij Frisse Wind. Uit het deskundige onderzoek op verzoek van Frisse Wind is gebleken dat er dioxine in de eieren zit. Maar Frisse Wind wil de adressen van de kippenhouders niet aan de gemeente Harlingen geven voor verder onderzoek. Zo wil de politieke partij de privacy van de kippenhouders beschermen, maar wordt volgens de gemeente wel het vervolgonderzoek belemmerd. In de Harlingen Krant heeft de gemeente Harlingen nu een oproep gedaan aan de kippenhouders om zich te melden. Tot nu toe heeft één kippenhouder zich gemeld.